Goedemiddag. Welkom allemaal bij dit actualiteitencollege over Pokémon Go. Het is niet heel actueel meer, maar er zijn van die dingen die blijven liggen omdat ze in de zomer plaatsvinden. Zoals alles rond Pokémon Go. Dus graag besteden we er nu alsnog aandacht aan. Want is het nou een toevoeging aan onze werkelijkheid en de realiteit? En waarom vinden we het allemaal zo geweldig? Zijn nu grote toekomsten voor deze augmented reality weggelegd en gaan we daar allemaal in verdwijnen? Zoals jullie ook zagen op het filmpje dat werd vertoond. Het lijkt mij heel erg druk, al die beelden er doorheen, dan uiteindelijk maar liever een supermarkt die helemaal leeg is en een klein beetje troosteloos. Maar misschien is dat persoonlijk. Maar goed, daar gaan we het vanmiddag over hebben. Wij hebben filosoof Laurens Landeweert uitgenodigd om in een korte lezing hier iets over te vertellen. Hij is verbonden aan het Instituut voor Science, Innovation en Technology. Hij zal zo het woord nemen. Maar eerst graag uw aandacht voor Joyce Guzman met een column. Nou, zoals Lisa al zei, stellen we de vraag, wordt onze wereld meer, beter, uitgebreider door dingen als Pokémon Go, een vorm van augmented reality? Nou, laten we om eens te beginnen eerst eens kijken wat augmented reality is. Letterlijk vertaald betekent dat natuurlijk zoiets als vergroten of vermeerderen of toegevoegde realiteit. Nou, als we zo kijken, dan is het heel simpel. Ja, de wereld wordt meer, groter, beter. Door augmented reality, dat is namelijk wat het woord betekent. Als we kijken naar het voorbeeld Pokémon Go, dan zien we dat ook. Als je een Pokémon gaat vangen in dat spelletje, dan zie je op je telefoon, zie je je beeldscherm, zie je de buitenwereld. Dus als ik nu Pokémon Go zou spelen, ik zou zo mijn telefoon houden, dan zie ik jullie zitten. En misschien zit er op iemands hoofd wel een Pokémon. Zou zomaar kunnen. En die Pokémon kun je dus niet zien zonder je telefoon. Er is dus meer. De wereld wordt uitgebreider door Pokémon Go. Toch is het antwoord wellicht iets gecompliceerder. De wereld is namelijk niet simpelweg een optelsom van zaken die er zijn. Je gaat niet tellen, hier is een ding, daar is een ding. Oké, er zijn 100 miljoen dingen. Als er 100 miljoen en één dingen zijn, dan is de wereld meer. Zo werkt het niet. Dat is niet hoe de wereld in elkaar zit. Dus om zinvol over de wereld te kunnen praten, moeten we het hebben over een betekenisvolle wereld. Ik zou de vraag die aan het begin is gesteld dus willen herformuleren naar, wordt onze wereld betekenisvoller door augmented reality? En die vraag wil ik beantwoorden met behulp van J.J. Gibson. Dat is een Amerikaanse psycholoog uit de jaren 70 van de vorige eeuw. En hij heeft het concept affordances bedacht. En heel simpel gezegd zijn affordances uitnodigingen die de wereld je geeft. Die stoel nodigt mij uit en jullie ook om te gaan zitten. Dit glas nodigt mij uit om er water in te doen en het op te drinken. Appels nodigen je uit om op te eten. En die handelingsmogelijkheid die de wereld je laat zien, die ligt volgens Gibson in het object zelf. Ik zou willen zeggen dat die handelingsmogelijkheden juist in de interactie tussen mens en wereld liggen, tussen het individu en het object. Want als de affordance volledig in het object zou liggen, dan zou iedereen op dezelfde manier moeten kunnen reageren op affordances. En dat is niet zo. Als ik in een cockpit van een of ander vliegtuig zit, dan nodigen al die lampjes, knopjes, schakelaars, weet ik wat er allemaal zit, nodigen mij niet uit om te gaan vliegen. Ik kan dat namelijk helemaal niet. Terwijl als er een piloot zou zitten, die zou wel kunnen gaan vliegen. Dus die cockpit nodigt haar wel uit om te gaan vliegen en mij niet. Dus die affordance kan niet uitsluitend in het object liggen. Die moet in die interactie liggen. Terug naar de vraag. De vraag was, wordt onze wereld betekenisvoller door augmented reality? En ik denk dat affordances op een bepaalde manier betekenis verlenen aan de wereld. Doordat de wereld mij handelingsmogelijkheden presenteert, waarop ik al dan niet kan reageren. Dat die stoel mij toevallig uitnodigt om te gaan zitten, betekent niet dat ik dat ook moet doen. Ik mag dat altijd nog zelf weten. De wereld krijgt waarde door die affordances, door die uitnodigingen. Ik zie geen willekeurige objecten, ik zie betekenisvolle gehelen. En de objecten krijgen betekenis voor mij.
Dus, om de vraag nog scherper te stellen, kunnen we zeggen, zorgt augmented reality ervoor dat er nieuwe affordances ter wereld komen of ter wereld zijn? En op die vraag wil ik volmondig ja antwoorden. Pokémon Go zorgt dat er nieuwe handelingsmogelijkheden in de wereld komen. Als ik ergens loop met Pokémon Go en ik zie daar een Pokémon zitten. Nou, dan ga ik er naartoe. Nou, hier zit die Pokémon. Ik ga hem vangen. Nou, nieuwe handelingsmogelijkheid. Kan ik dingen doen? En ik kan niet alleen Pokémon spelen, Pokémon vangen. Ik kan ook naar allerlei plekken toe lopen. Dat moet volgens Pokémon Go ook. Ik was laatst in Amsterdam, bijvoorbeeld. Ik was Pokémon Go aan het spelen. En ik zie op mijn beeldscherm staan van, hey, twee straten verderop, daar zit een Pokéstop, waar ik dan Pokéballs kan gaan halen. Dus ik loop daar naartoe en wat blijkt? Die Pokéstop is niet alleen een Pokéstop, is ook een kunstwerk van Jan Wolkers, waar ik straal voorbij was gelopen als ik niet Pokémon aan het spelen was. Dus het is niet alleen dat ik extra Pokémon kan vangen. Het is ook dat ik door Pokémon Go nieuwe dingen ontdek in de wereld. Dus de uitbreiding van de wereld ligt niet alleen op dat beeldscherm van mijn smartphone, maar ligt ook daarbuiten. Pokémon Go zorgt voor nieuwe manieren om te interacteren met de wereld, zorgt voor nieuwe dingen die we kunnen doen. En dus zou ik willen pleiten dat Pokémon Go onze wereld uitgebreider maakt. Dank jullie wel. Ikzelf zal een wat ambivalenter verhaal presenteren over Pokémon Go. En één reden daarvan is dat ik sowieso. Wacht, deze hier. Dat ik sowieso in mijn houding ten opzichte van technologie niet een onverdeeld, positief ook niet onverdeeld, negatieve mening toegedaan ben. Zoals jullie zien, dit heb ik dus. Dit ziet er wellicht heel onprofessioneel uit, kan ik me voorstellen dat het zo overkomt. Maar dit heeft ermee te maken dat de printer op mijn faculteit het niet meer doet. Ze hebben namelijk een nieuw systeem ingevoerd waarbij je allemaal persoonlijke codes moet invoeren. En dan kun je, en dat is dan, laten we zeggen, de augmentation of your possibilities. Je kunt dus op elke printer in het instituut printen als je je code er maar in doet. Nou, het systeem werkt niet. Ik zal het u zeggen, het werkt niet. Ik overweeg gewoon mijn eigen printer van thuis mee te nemen en op mijn bureau neer te zetten. Ben ik af van dit soort dingen. Dus ik moet het helaas met mijn eigen bijna onleesbare handschrift doen. Ik heb het voornamelijk voor één quote hoor. Ik ben dus Laurens Landeweert. Ik werk op de wetenschapsfaculteit hier bij het Institute of Science, Innovation and Society. Ik ben filosoof, dus in zekere zin ingebed onderzoek. Ik kijk met een, laten we zeggen, afstandelijke blik naar wetenschap, maar tegelijkertijd probeer ik die wetenschap van binnenuit te bespreken. Een van de projecten waar ik in meewerk is het HCE-NAT-project. Onmogelijke afkorting van Human Cognitive Enhancement and Naturalness. En hierin doe ik onder andere onderzoek naar de invloed van virtual reality, maar ook de invloed van augmented reality op onze werkelijkheidsperceptie. Nou, hier ziet u ongeveer wat er met Pokémon Go gebeurt. Je gaat dus op straat proberen Pokémons te vinden. Dat lijkt inderdaad een vergroting van onze mogelijkheden, maar ik denk dat het hier niet gaat per se om een augmented reality, maar om misschien een augmented game experience. De realiteit zelf dreigt wellicht te verdwijnen achter deze, laten we zeggen, laag die er bovenop gelegd wordt. Dus Pokémon Go wordt gezien als een van de voorbeelden van een nieuwe stap in augmented reality, omdat je een digitaal beeld toevoegt aan de echte wereld. Dat is eigenlijk niet de echte wereld, want dat digitale beeld wordt toegevoegd aan een beeld van de echte wereld. Zoals je hier ziet, deze mensen kijken niet om zich heen, die kijken op een smartphone. De vraag is dus een beetje wat er hier wordt verbeterd, wat er hier wordt versterkt. Is dit nou de spelervaring of is dit de realiteitsperceptie? Er is trouwens een verschil te schetsen met wat dan virtual reality heet. Want in virtual reality is er dus sprake van een soort van fantasiewereld die gecreëerd wordt binnen de grenzen van het scherm. Terwijl bij augmented reality er sprake is van een extra laag aan informatie over de werkelijkheid zoals we hem kennen.
Ja, het is eigenlijk het omgekeerde van een technologie die u waarschijnlijk al lang kent. Ik weet dat groen nooit goed werkt op schermen, maar ik moet het hier wel doen, want de technologie werkt met een groen scherm. Deze techniek bestond al in de jaren 50. Ik geloof dat de eerste experimenten al uit de jaren 20-30 stammen. Het idee is dat je een chromatische sleutel gebruikt om andere informatie achter iets te projecteren. Ja, dus terwijl bij Pokémon Go er informatie op de realiteit wordt geplakt, in dit geval gaat het hier om Bilbo Balings, die volgens mij is het de scène dat hij in onder de berg komt om de draak te bestrijden, of in ieder geval om die beker te jatten en te bewijzen dat hij het inderdaad heeft kunnen doen. Dat zie je hier dus niet, want het is er allemaal digitaal achter geprojecteerd. Dit is dezelfde technologie die gebruikt wordt als een weerman die het weer presenteert en tegelijkertijd voor slecht weer staat. Dus je ziet een storm achter hem, maar zijn haren bewegen niet. Of, oude westernfilms waarbij een cowboy eigenlijk gewoon dit voor een scherm staat te doen en intussen wordt er dus een hele realiteit, een woestijn, Texas, noem het maar op, achterbedacht. Op zich een handige technologie als je een fantasiewereld wil creëren waarin je die twee realiteiten kunt combineren. Het is dus het omgekeerde van Pokémon Go, waarin de werkelijkheid een extra laag lijkt te krijgen. Deze extra laag is verwarrend. Wij kunnen steeds minder het onderscheid maken tussen wat nou werkelijk is en wat nou hyperwerkelijkheid is. Deze film, La Cité des Enfants Perdus, stamt intussen... Ja, het is een film die intussen al 21 jaar oud is. Dus uit 1995 van Jeunet en Caro. Het gaat over een fictieve werkelijkheid, een soort toekomstdystopie, waarin een gestoorde wetenschapper die een genetisch gebrek heeft, hij kan namelijk niet dromen, kinderen steelt om ze vervolgens in slaap te brengen en zodat hij via de machine die hij gebouwd heeft in hun droomrealiteit kan komen. Op die manier lukt het hem misschien wel. De openingsscène is echt een van de meest nachtmerrieachtige scènes die ik ooit heb gezien. Een klein jongetje zit in zijn box, wordt wakker en de kerstman komt uit de schoorsteen en geeft hem een cadeautje, waarbij de jongen dus blij is. Vervolgens komt er nog een kerstman uit de schoorsteen en nog één en nog één en nog één. Nou, het kind dat die rol moet acteren is zelf ook hartstikke in paniek. Dus huilt en weet ik het wat. Vervolgens wordt de gestoorde wetenschapper krank, wordt schreeuwend wakker omdat hij dus ook de nachtmerrie van het kind beleeft. Dus deze film behandelt op allerlei verschillende niveaus de erosie van de grens tussen wat werkelijk is en wat illusie is. Om een voorbeeld te noemen, de krankzinnige wetenschapper heeft ook vier broers. Een eigen vierling. Alle vier hebben ze ook een genetisch defect. Ze lijden aan narcolepsie, dus ze vallen te pas en te onpas in slaap. Dat reed ook een Siamese tweeling in op. Verder is er sprake van een secte. Daar draait het me eigenlijk in deze om. Een secte die een soort van machinale oogimplantaten heeft. En daarmee op een soort van, een internet is aangesloten waarbij de realiteit anders oogt dan dat ze werkelijk oogt. En zij beginnen die realiteitservaring te vereren als zou het gaan om een verbetering. Het ziet er allemaal redelijk gruwelijk uit hoe die implantaten gemaakt worden. Maar het idee is in ieder geval dat zij, onder druk van het narcoticum dat deze nieuwe technologie biedt, de idee hebben dat de echte werkelijkheid verder niet meer interessant is. Het omgekeerde daarvan is, ik denk dit is de meest letterlijke vorm ervan. Het idee dat wij wellicht een brain in a vat zijn. Dus onze hersenen zijn er wellicht uitgehaald en in een aquarium gezet. Alles wat wij ervaren komt louter naar binnen via kunstmatige middelen. Maar wij hebben dus het vermogen verloren om het onderscheid daartussen te maken. Dit is namelijk een oom van de jongens die u hier linksboven ziet. En deze oom die leeft dus echt alleen maar in dat aquarium. Zijn gehoor wordt geregeld door de twee microfoons die hier staan. Verder is er een hele ouderwetse radio die zijn stem vertegenwoordigt. Hij weet dat hij erin zit, maar de vraag is of wij dat weten. Dit is een citaat van de 19e eeuwse filosoof Ludwig Feuerbach. Hij zegt, deze tijd verkiest het beeld boven het ding. De kopie boven het origineel, de voorstelling boven de werkelijkheid en de schijn boven het wezen. Want heilig is slechts de illusie en onheilig de waarheid. Ja, in de ogen van deze tijd wordt de heiligheid vergroot naar gelang de waarheid afneemt en de illusie toeneemt.
Hiermee is de hoogste graad van illusie voor deze tijd tevens de hoogste graad van heiligheid. Nou, als je je bedenkt, lijkt erg op deze tijd van toepassing, maar hij schreef dit in de tweede druk van het wezen van het christendom in 1848 al. Dus het lijkt zeer van toepassing op de problematiek hyperrealiteit waar wij nou mee te maken hebben. Maar het is al een heel oud thema. Hij kwam tot zijn uitspraak onder meer onder invloed van de uitvinding van de fotografie. Fotografie is uitgevonden in, ja, het ligt er een beetje aan wanneer je iets fotografie gaat noemen, maar in 1816 kwam Niepce met de eerste foto's. Hij gebruikte daarvoor een plaat met een lichtgevoelig materiaal. Stopte dat in een camera obscura en probeerde op die manier het beeld wat in die camera obscura kwam vast te leggen. Dit is de allereerste foto ooit gemaakt. Parijs. Daarna, in 1826, maakte hij een eerste foto op een plaat die bedekt was met bitumen, dus een soort asfalt. En daarmee kon hij het beter vastleggen. Krijg je onder andere dit beeld. Op deze foto staat ook de eerste mens ooit vastgelegd. Die ziet u hier. Niet zo goed natuurlijk, maar ik zou zeggen, zoek hem een keer op internet. Het is een man die zijn schoenen liet poetsen. En dus lang genoeg stilstand voor de camera obscura en het lichtgevoelige materiaal om hem vast te leggen. We weten niet wie het is, maar het is de eerste persoon ooit gefotografeerd. Die technologie die wordt verder ontwikkeld. 1831, de zogenaamde daguerreotype wordt uitgevonden. Dus het is ongeveer hetzelfde principe, maar Daguerre ontwikkelt dus een nieuwe benadering daarvan met behulp van zilverjodide. Nou, deze technologie is dus in zekere zin al heel oud. Wat hiermee gepoogd wordt, is om de werkelijkheid te vangen in de afbeelding. Een vraagje. Wie kent de Mona Lisa? Iedereen. Wie heeft hem wel eens in het echt gezien? Nou, minder uiteraard. Maar iedereen is er bekend mee. Nou, dit was voor de uitvinding van de fotografie onmogelijk. Dus hier ziet u allerlei. Ik heb Mona Lisa ingetypt op Google. Vervolgens krijg je god weet hoeveel afbeeldingen van de Mona Lisa. Allemaal net verschillend. Maar je zou moeten zeggen dat fotografie na de boekdrukkunst eigenlijk de belangrijkste vorm van reproductie werd. Massareproductie. Het punt met die massareproductie is eigenlijk dat de technologie die het mogelijk maakt niet alleen iets toevoegt, maar ook iets afschaft. Het kunstwerk bestond vroeger in een duidelijke historische context. Het was uniek in die zin en je moest er daadwerkelijk naartoe om te weten waar het over ging. Het feit dat kunstwerken of überhaupt objecten fotografeerbaar, reproduceerbaar zijn geworden, schaft die noodzaak af, maar schaft tegelijkertijd ook een deel van de beleving ervan af. U kent wellicht, het is een beetje ouderwets, Guy de Boer, de spektakelmaatschappij. De Boer zei in 1967, al wat direct werd geleefd heeft zich in de voorstelling verwijderd, teruggetrokken. In de werkelijk omgekeerde wereld is het ware een moment van het onware. Wij zijn als mensenmassa's in zekere zin onder hypnose van het spektakel dat voor ons wordt opgevoerd. Ik bedoel, neem deze hier. Hè. Wie is er wel eens bij Pamukkale geweest in Turkije? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, niet zoveel dan, hè. Maar wie kent het? En degene die er zijn geweest, neem ik aan ook. Maar dus dat. Niet zoveel. Nou, Pamukkale is een plek waar, dat was ook een van de toeristische trekpleisters in Turkije. Hier ziet u een foto van Pamukkale zoals wij het ons eigenlijk willen voorstellen. Een soort van bassins met prachtig blauwhelder water erin. Gevormd door kalkafzettingen. Dit plaatje is eigenlijk wat we altijd zoeken als we op vakantie gaan. En de realiteit daarachter is eigenlijk dat je in een soort van witte steenmassa zonder dat het er nou werkelijk interessant uitziet. Wij hebben niet meer het vermogen om, laten we zeggen, de belofte die ons voorgespiegeld wordt als wij bijvoorbeeld Pamukkale willen bezoeken en de realiteit goed uit elkaar te houden. Als wij op vakantie gaan, dan dwingen we onszelf ertoe om te geloven dat dit de vakantieervaring is die we hebben, terwijl de vakantieervaring eigenlijk ongeveer uit zoiets bestaat. Terugkerend tot Pokémon Go, digitaliteit heeft een bepaald effect, een bepaald probleem ook. Ik neem aan dat jullie allemaal het fenomeen van game addiction kennen. Dus verslaving aan gaming. Mijn eigen stiefzoon heeft helaas ook dit probleem. We hebben een onvermogen gekregen om op tijd ook uit
de virtuele werkelijkheid te stappen. Omdat wij steeds meer onder druk zijn komen te staan van, wat ik dan maar even de hypnose van het nieuwe medium noem, lukt het ons niet om een duidelijk onderscheid te maken en naar aanleiding daarvan ook gezonde keuzes te maken. Dus dit is, laten we zeggen, de werkelijkheid zoals je hem ziet op het moment dat je Pokémon Go speelt. Wat er is gebeurd is dat de werkelijkheid niet meer in de afbeelding wordt gevangen, maar dat de afbeelding de werkelijkheid begint te koloniseren. En dan is de vraag, wat is werkelijkheid nog? Dit is Louis Borges, Latijns-Amerikaans schrijver. Hij was blind, wat misschien in deze wereld ergens ook een voordeel aan observaties gaf. Borges schreef op een gegeven moment een zeer kort essay, dat ik even zou willen voorlezen. Het heet Over de onbuigzaamheid van wetenschap. Ik heb het dus zo moeten doen bij gebrek aan de juiste technologie. Maar, in dat rijk bereikte de cartografiekunst zo'n graad van perfectie dat de kaart van één enkele provincie de ruimte van een hele stad besloeg en de kaart van het Rijk één provincie. Maar met dat tijd voldeden deze mateloze kaarten niet en het college van cartografen kwam met het idee om een kaart te maken van het Rijk die precies de afmetingen van het Rijk zelf hadden en op elk punt hiermee overeenstemde. De studie van cartografie, minder toegedaan, vonden de volgende generaties dat die uitgestrekte kaart eigenlijk nutteloos was. En niet zonder liederlijkheid leverden ze hem over aan de onbarmhartigheden van de zomer en de zon en de winters. In de woestijnen van het westen zijn er nog versnipperde ruïnes van de kaart bewaard gebleven, bewoond door dieren en bedelaars. En in heel het land is er verder geen overblijfsel van de geografische ordes over. Wat Borges hier eigenlijk mee bedoelde is dat op het moment dat je een zo mooi mogelijk of perfect mogelijke kopie van de werkelijkheid gaat maken en deze niet meer te onderscheiden is van deze werkelijkheid, dat de zoektocht daarna eigenlijk onzinnig wordt. De filosoof Baudrillard, Fransman, kwam naar aanleiding hiervan op zijn begrip van hyperrealiteit. Dat is namelijk de fase waarin wij niet meer een onderscheid kunnen maken tussen wat kopie is en wat werkelijk is. De titel van dit korte essay, het is maar een paragraaf lang, is overigens over exactheid van wetenschap. Dit is het werk van een bevriende kunstenares. Zij maakt kunstwerken waarin zij scanners kopieën van zichzelf laat maken. Ze heeft intussen een verzameling van een stuk of 40. Sommige zijn met materiaal, andere zijn zonder materiaal. Haar idee is eigenlijk om een reflectie te geven van de wijze waarop kopiërende technologie in onze samenleving een onvermogen creëert om überhaupt nog te zien wat die technologie zelf is. Technologie poetst zichzelf weg in het representeren van iets anders. Hier zien we er een die dan echt is. Je zou kunnen zeggen dat Pokémon Go een poging is om een soort van collectieve projectie te creëren. Collectieve beleving van een gameomgeving. Dit is dan een nieuwe vorm van augmented reality. Maar ik zou willen stellen dat nieuwe media, zoals die gebruikt voor Pokémon Go, werken als een narcoticum. Dat zij ons in zekere zin in slaap sussen, eerder dan dat ze onze beleving vergroten. Dus de vraag is, waar ik dan mee eindig, versterken ze onze beleving of reduceert het de werkelijkheid, zoals we hem ooit kenden, louter tot backdrop van een gamingomgeving? Dank u wel. Ja, Laurens, bedankt. Ik wil zelf graag over een paar dingen hebben en dan naar u. Eigenlijk met een opmerking die maakte voordat... Nee, dat gaat niet om mij hoor. Nee, het gaat om jou. Die je maakte toen we naar de voorfilmpjes keken. Dat was het filmpje van iemand die uiteindelijk ook door een supermarkt loopt, die helemaal opgetuigd was met... Ja. Je kon erop chatten, je zag meer informatie denk ik over de producten. Het was kleurrijk en het viel weg en het was een grijs, lelijke supermarkt. Ja. En toen zei jij, dit is wat er echt aan de hand is. Hmm. Daar moeten we iets aan veranderen. Nou ja, natuurlijk is zelfs dat kun je je afvragen, want de omgeving van een supermarkt is natuurlijk ook een van de meest kunstmatige omgevingen die je maar kunt voorstellen. Elk product heeft, is een boodschap, is een reclame. Dus dat we zeggen, het is wel levensgevaarlijk dat ik echte werkelijkheid als begrip zomaar in mijn mond nam. Maar wat ik zou willen stellen, dat is,
Als je dat filmpje dus bekijkt, je ziet eigenlijk dat het bezoek van een supermarkt tot een soort van kermiservaring gemaakt wordt. Op het moment dat wij weigeren geconfronteerd te raken met wat er nou om ons heen gebeurt en dat langzamerhand van een make-up laag voorzien. Waarbij wij, laten we zeggen, nog net in het opgedirkte mens werkelijkheid durven te geloven, confronteren we ons ook niet meer met de manipulaties die daarachter schuil gaan. Om een voorbeeld te noemen. Als het zo is dat je je Pokémons voornamelijk, of je interessantste Pokémons bij de Bijenkorf vindt, dan neem ik aan dat de verkoopcijfers bij Bijenkorf omhoog gaan. Dus ga er maar vanuit dat dit soort manipulaties, als ze mogelijk zijn via Pokémon Go, dat ze ook gedaan worden. En dit zijn de types manipulaties waar wij wel ons bewust van moeten blijven. Maar er is er ook al naar geïnformeerd inderdaad door, weet ik veel, de politie die zei alsjeblieft niet daar. Dus dat gebeurt, daar gebeurt toch ook al van alles? Er gebeurt al van alles mee, ja. Inderdaad. Ja. Maar laten we zeggen dat commerciële toepassingen nog onschuldig lijken. Ja. De politie gaat zich er pas mee bemoeien op het moment dat het een gevaar voor het verkeer vormt. Maar waarom denken we eigenlijk, want daar heb je het misschien nog minder over gehad. Het werd als iets enorm revolutionairs gepresenteerd. Mm. Terwijl ik moet zeggen, ik heb het zelf niet gespeeld hoor. Dus als ik misschien is het een fantastische ervaring. Maar waarom is dat eigenlijk? Wat is dan de belofte? Want ik zie alleen maar mensen met een smartphone rondlopen achter een gekkleurig beestje aan. Het ziet er wat knullig uit inderdaad. Ik heb persoonlijk geen nostalgische gevoelens, want ik was daar net te oud voor. Maar als je een bepaalde leeftijdscategorie hebt, dan denk je, oh, Pokémon. Ja, maar waarom zien we het dan toch als zoiets revolutionairs? Ja, ik denk dat dat is omdat dit het eerste voorbeeld is van een speltechniek waarmee je dus, laten we zeggen, de werkelijkheid zelf als backdrop kunt gebruiken. Of vergis ik mij dat dit de eerste... Is die microfoon? Ben je te verstaan? Oh, helaas, de geluidsman is zelf verdwenen. Maar, ja. Het is niet de eerste dus, maar... Nee, ik weet niet maar hoe dat spel heet, maar Niantic, dus ook de ontwikkelaar van Pokémon Go. Oké, dus Niantic, ontwikkelaar Pokémon Go. Ik praat even. Die heeft hiervoor ook al een spel gemaakt. En alle Pokéstops, alle locaties waar je iets mee kan, die komen uit dat vorige spel. Dan moet je portalen sluiten of zo, ik weet niet meer precies. Dus er was al een primitievere voorganger van deze techniek. Alleen die werkte minder goed. Dus als spel... Maar jij kunt dat waarschijnlijk beter zeggen dan ik, want ik heb het maar één keer gespeeld. Maar kom er anders even bij staan. Als je... Maar wat is voor jou, laten we zeggen, het interessante als spelervaring eraan? Ook aangezien je dus de stelling verdedigen van dit is een verrijking in je ervaringswereld. Ja. Het nieuwe aan Pokémon Go is echt dat je gedwongen wordt naar buiten te gaan. Normaal als ik zit te gamen, dan doe ik dat thuis op de bank met de controle in mijn hand. En dan zit ik naar een scherm te kijken. En dan kom ik het liefst zo weinig mogelijk van die bank af. Maar als ik Pokémon Go speel, dan moet ik naar buiten. Mm. Dan moet ik naar allerlei plekken toe. Dan moet ik Pokémon gaan vangen. Je kunt dat niet thuis doen. Nee, nee. En dat is volgens mij het meest revolutionaire aan Pokémon Go.